Hallootjes. Hoi! Nou, hallo Zo. allemaal. Welkom bij de volleybalquiz. Het is al 7:30, maar nog niet iedereen is ingelogd. Dus we wachten even 3 minuutjes, zodat de laatkomers ook aanwezig zijn. En dan gaan we echt beginnen. Ja, ik heb er zin in. Jij plak? Ja, ik heb er best wel zin Ja? in. Ik vind het wel spannend, maar ik vind het wel leuk. Ja? Ik ben heel erg benieuwd wat voor vragen we krijgen. En of wij zelf de antwoorden ook zouden Hey, even weten. eerlijk, we hebben nu zo'n mooi spatscherm, maar als wij Ja. zo gaan praten, Ja, heeft het heeft ook geen geen zin. zin, Nee, hè? gewoon We achterover moeten leunen. even zo, Nee. want anders heeft het ook geen zin. Dan staat het waarschijnlijk, ja, Zo. zo. Ja, nu Oké. is het goed, ja. Helemaal coronaproof, hè, jongens? Nou, top. Hey, we hebben een hele mooie YouTube-chat. Laat even weten hoe jullie kerst was. Wat hebben jullie gedaan? We hebben er wel even tijd voor, denk ik. Laat even weten wat jullie gedaan hebben. Daar zijn Kirsten en ik wel benieuwd naar. Wat heb jij gedaan met kerst? Heel veel gegeten. Oh, verrassend. Ja, wees wat anders. Lekker met familie. Maar wel op de coronamanier, Ja, hè? heel goed. Ja, Ja. dat zeker. Hier, de cupcakejes zijn er ook Oeh, bij. cupcake, fijn. Zullen we nu naar Johan en Bak kijken? Of Ja, even de naar Cupcake jullie Cup was net op tv? tv. Ja. Zeker weten. Hoe lang gaan we nog wachten? Hoe laat is het? Het is nu 32. Of, ja. Geven ze nog? Nou, nog 1 minuutje. Ja, is goed. 1 minuutje. Inderdaad. Kunnen jullie Straks ons geen allemaal mij, goed jongens. horen? Even kijken, wat hebben ze gedaan? Lekker veel Lekker veel gegeten. gegeten. Was best een saaie kerst eigenlijk. Zal ook wel door de corona komen natuurlijk. Lekker gourmetten met kerst. Amangas gespeeld. Hé, dat speel ik ook. Dat is echt leuk. Ken je dat? Het is Nee? een soort Wie is de Mol, maar op je telefoontje online. Ja, is echt leuk. Oh, cool. Is echt leuk. Nee, ken ik niet. Is ook een leuke manier. Gourmetten, klassieker. Ja, gourmet is altijd goed. Ja. Wel stinken. Heel Tuurlijk erg gaat je stinken. kleding ook Alle ramen stinken, open. maar altijd goed. Amangas, ik Knipperen, ken we het zitten niet. op 80 mensen inmiddels, maar het is echt gewoon tijd. Ja, we gaan gewoon Ik vind beginnen. dat we moeten beginnen. Ja. Voordat we gaan beginnen, oké, we gaan gewoon heel veel plezier en lol hebben, maar we moeten wel even duidelijk instructies geven. We gaan een Q&A houden. Dus, nou ja, jullie hebben de chat inmiddels al gevonden op YouTube, maar ja, daar mag je al je vragen stellen in de pauze. Ga dus naar de Kahoot-app of kahoot.it en voer de pincode in. Wil je meedoen om, ja, voor de prijzen, vul dan je naam in op het aanmeldformulier of wat je hebt op het aanmeldformulier hebt ingevuld. Verlaat nooit Kahoot tijdens het spel. De kans is dan namelijk aanwezig dat je eruit wordt gegooid en dan ben je al je punten kwijt. Dat willen we niet, dat is zonde. Dus niet de app afsluiten. Heel belangrijk. En mocht je YouTube-verbinding slecht zijn, wijzigt de kwaliteit van automatisch naar een hoge kwaliteit. Dan heb je minder vertraging en al die omgang. Voor elk goed beantwoorde vraag verdien je punten. En hoe sneller je antwoordt, hoe meer punten je scoort. Maar let op, Kahoot geeft aan dat je 30 seconden de tijd hebt. Er zit enige vertraging in, dus zorg daarom dat je binnen 25 seconden ongeveer antwoordt. Dan hou rekening met 25 seconden. Na elke vraag zie je een tussenstand op het beeld. Het podium wint een prijs. En deze prijzen worden verzorgd door Herzog Medical. Dat zijn gave armsleeves of sokken. Mizuno, inspeelshirts voor je hele team. En Active Living. Die verzorgt een geheel verzorgde gezondheidscheck. Inclusief een leefstijlcoachingstraject van 3 maanden. En als laatste is het heel erg leuk als jullie een foto maken en die delen op de social media waarin je volleybalkrant.nl tagt. Ja, en tag ons ook gewoon knip en Ja. plak. Zes plakjes knip, Gaan wij gewoon het ook weer taggen. delen? Iedereen taggen, snap je? Ja, vet leuk. Hey, dan kunnen we beginnen of niet? Ja. Ik heb een beetje hulp nodig, denk ik. Ja, Voor ons de eerste keer dat we met zoiets werken, hè? ja, We het is moeten echt wennen. eventjes. Ja, oké, Ja, even nu kan kijken. je, ja. Dan mag de Die kan je, die stilstaan kan weg. weg. Zo, ik voel echt een boomer. Oké. Hey, we gaan starten gewoon. Is Zullen we goed. gaan? Ja, lijkt me leuk. Oké. Even kijken. Gewoon schermpje erbij. Ja, bijna. Komen nog wat mensen online? Nou, Heel jullie zijn goed. net op tijd op de Ja, net op valreep. tijd. Kan nog net. Hey, we gaan nu echt beginnen, Ja, we oké? gaan beginnen. Hoe zullen we het doen? Gewoon om en om? Ja, is goed. Oké.
We gaan nu starten. 3, 2, 1, start! Wajo, oké. Ik heb al afgeteld, maar... Ja, maar ja, dat zien we nog een keer. Ja. Nou, leuk dat jullie meespelen. We beginnen eerst met een aantal testvragen. Oké, dus dit zijn testvragen. Daar ga je geen punten voor krijgen. Maar gewoon gaan we gewoon even kijken of het allemaal werkt. En of jullie het begrijpen. En dan leer je een beetje kennis maken met het format. Ja. Dus we gaan even... 3 mogelijkheden van hoe de vraag gesteld wordt. Dus dit zijn de 3. Ja, er zijn dus nog geen punten te verdienen. Daar komt ie, jongens. Hoe heet de nieuwe bondscoach van de volleybaldames? Is dat rood Avital Zelinger, blauw Giovanni Guidetti, geel of oranje Francine Huurman, groen Ron Zwerver? Geel of oranje? Oranje, we zijn van oranje, dus we noemen het oranje. We noemen het oranje. Nee, we gaan wel goed. Oeh, je hebt nog 5 seconden, hè? Dus geen 30, maar 25 seconden. Volgens mij heeft iedereen geantwoord. Ja. En het goede antwoord is natuurlijk Avital Zelinger. Woehoe. 78 mensen hadden het goed. Oké. Volgende. Next. Oké, next. Want je kan geen punten verdienen. Waar of niet waar? De Eredivisie wordt dit seizoen niet meer hervat. Is dat blauw waar of is dat rood niet waar? Oh, spannend. Dat gaat heel snel. Het gaat heel snel worden. Die gaan voor de punten, hè? Hoe sneller je antwoordt en je hebt het goede antwoord, hoe meer punten je verdient. Dat is ook wel belangrijk om te weten, denk ik. Je hebt nog 5 seconden. Nou, iedereen heeft geantwoord. Dat heeft iedereen goed geantwoord. Dat is helaas niet waar, of helaas of niet helaas, net hoe je er zelf tegenaan kijkt. Even kijken nog een keer de volgende. Welk Eredivisie-team zie je hier langzaam in beeld verschijnen? Is dat rood Druisma Dynamo? Is dat blauw Amisoft Lycurgus? Is dat geel Active Living Orion? Of is dat groen Sliedrecht Sport? Groene shirtjes. Ik zie mannelijke armen. Dus sowieso dat, mannelijk. Geen vrouwenteam. Nee, korte kopjes. Zie ik daar nou... Een bekende? Active Living? Ja? Nee? Toch wel? En dat is natuurlijk Active Living Orion, de hoofdsponsor van deze geweldige volleybalkennisquiz. Ja, dat was de eerste ronde. Volgens mij mag ik al op volgende drukken. Ja, dit waren dus testvragen. Ja. Dus dan krijg je na de vragen, zoals jullie zien, krijg je een scorebord. Dan kan je zien wie er voorloopt en wie niet. Nou ja, 0 punten, want je kon geen punten verdienen. Linda en Sarah hadden een streak met 3 correcte antwoorden in een row. Nou, wow. Linda en Sarah, supergoed, hou dit vast. En dan gaan we lekker beginnen, denk ik, of niet? Lijkt me leuk, we gaan zeker. Voor de knikkers spelen. Ja. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Lekker, oké. Gaan we. Komt-ie. Heel veel succes en vooral plezier. Ja, dat top. Je dat even weet. Oké. Categorie algemeen. Welk scheidsrechtersignaal wordt hier afgebeeld? Is dat rood videocheck? Is dat blauw kantwissel? Geel eindewedstrijd of groen spelerswissel? Weet jij? Ja, ik weet het wel. Jij ook? Ah, top. Meestal ben ik aan de andere kant voordat ze dat doen. Ja. Ze wil ook alweer verder spelen, weet je wel. Blauw, kantwissel. Heel goed. Veel mensen hadden het goed. Ja. Oké, nou. Volgende vraag. Oeh, Stijn was snel. Stijn was de snelste. Zo. Oké, volgende. Welk van deze speelsters zijn dit seizoen geen teamgenoten? Rood, Demi Korevaar en Sarah van Aalen. Blauw, Femke en Nicole. Geel, Juliette en Hester. Of groen, Meerte en Iris. Goeie foto. Ja, kijk hoe blij is dat er dan? Ach, geen hè? Ik dacht dat, ja. Zijn er nog mensen? Ja, en we hebben ze allemaal. Ik ben benieuwd Iedereen hoor. Binnen. Oh,
Nou, merendeel had het dus goed. Ja, zij hebben inderdaad, ja, zij speelden samen bij Rote Rabe Vilsjeburg, maar nu niet meer. Dus ja, de rest speelt inderdaad samen. Leuk hè, met iemand samen te spelen uit het Nederlands team. Ja, ik speel met Laura samen. Ja. Ja. Oké, volgende. Ja, next. Oké, we moeten het hebben. Ja, next. Is goed. Ja. Want dan gaan we lullen. Weet je hoe dat gaat? Ja, en dan duurt het nog 3 uur. Nee, maar even rustig. Oké, volgende. Dag. Welke Eredivisie teams wonnen dit seizoen de Supercup? Is dat rood, Sliedrecht Sport en Active Living Orion? Is dat blauw, Eurosport en Amersfoort Liekeurgus? Geel, Active Living Orion en Eurosport? Of groen, Amersfoort Liekeurgus en Sliedrecht Sport? Gaan we naar de bumper? Ik neem even een slokje. Zo. Dat was een mond vol. Tom Christertje. Maar iedereen moet wel wat binnen. Zo, ik vind het knap hoor. Wie is het eigenlijk? Oh, nou. Groen. De groen. Keurig en Sliedrecht Sport. Top. Volgende. Ja. Die gaat lekker joh. Die snijden zit erop. Die zit erop. Zo. Oké, volgende. Wie zie je hier langzaam in beeld verschijnen? Zo snel mogelijk antwoorden, jongens. Is dat rood? Wie is het? Is dat blauwe geitjes op de maan? Geel best een training of niet? Hij is wel bruin. Dus ze vallen Gijs en Bessel af. Of ik ga nu antwoord geven. Ja, mag niet. Sorry, jongens. Best het spel. Ja. Dit lijkt wel een miniertje. Ja. In zijn oude rol, hè? Ja, in zijn oude rol. Hier zie je hem zetten. Nu zie je een geweldige aanvallen. Geweldig! Nou, dat klonk wel. Ja, ja, het was maar, heel het was, nee, maar het was inderdaad in het shirt van Trentino Volley. Waar hij heeft dit jaar ook een paar wedstrijden als spelverdediger gespeeld. Maar verder is hij inderdaad lekker ja, aan. Volgens mij was hij, de echte spelverdediger was geblesseerd, geloof ik. Ah, of hij had het wel, ik weet het niet meer. Het komt wel in de hoogte. Ja. Oké. Okay. Next. Even kijken. Zo, maar Team Shop die komt eraan hoor, die Shop. Team Shop! Zo! Je zit op die hoor, Stijn. De volgende! Oh ja, sorry. Waar of niet waar, bij de hervatting van de Eredivisie moeten alle spelers en speelsters met mondkapjes op spelen. Is dat blauw waar of is dat groot niet waar? Zo, die chick hier die weet niet waar de mond zit volgens mij. Dat is mijn team. Dat is jouw team, ja. Gefeliciteerd met het transfer trouwens. Echt leuk. Spierig. Niet waar. Nee, het zou ook wel lastig zijn hoor. Hey. Okay. Communicatie. Stijn loopt uit. Melissa en Vee, kom ook om de hoek kijken. Ja, echt, blijf scherp hoor jongens. Kom Melissa, go Vee. Oké. Next. In welk land speelt Niels Klapwijk momenteel? Is dat A, Turkije, Roemenië, Duitsland of Griekenland? Weet jij het? Oh ja, ik weet het. Ja. Ik ga er niks over zeggen, anders dan verklap ik wat. Nee, volgens mij niet. Ik wil het proberen, want ik wil het antwoord lezen. Ja, ik ben benieuwd hoor, hoeveel dit weten. Ah, dat vind ik nog knap. Moeilijk, was een moeilijke vraag. Ik wist, ik heb natuurlijk zelf in Roemenië gespeeld, dus dat was waarom ik het wist. Maar ik had Turkije gezegd hoor, heel eerlijk. Ja. Oké. Volgende. Welke Eredivisie speelster zie je langzaam in beeld verschijnen? Is dat Carlijn Gijsejans, Lisanne Baak, Roos van Wijnen of Florien Racing? Ja. Wie zien we? Een blonde dame. Goed shitje. Ja, ik weet het hoor. Heb jij niet met haar gespeeld? Ik ben met zelfs haar op vakantie geweest. Nee, hou op. Ja. Oh ja, die ken ik, ja. Ja, oké. Okay. Ja. En? Rosalie van Wijnen! Van Sneek. Zo, die zou goed doen bij de mijnlandjes. Zo. Oh, ik ga stuk! Ik ga stuk! De volgende, jongen. Oké, next. Ja. Waar wordt de openingswedstrijd en de wedstrijd om het goud tijdens het WK Vrouwen 2022 in Nederland gespeeld? Is dat A, Gelredome in Arnhem, het Olympisch Stadion in Amsterdam, het Ahoy in Rotterdam of Omnisport in Apeldoorn? Openingswedstrijd en de wedstrijd om het goud, hè?
En dat weet ik wel. Dus het tweede deel, dat zou het, dat is eigenlijk wel bedoeld. Ja, dat weet ik wel. Ja, vind je dat ik moet weten? Ja, gewoon. Ja, nee, maar door het tweede deel denk ik van, oh ja. Het tweede deel van de vraag. Hey, dit is voor het eerst dat Minder mensen het, minder mensen het goed. Het is Gelderland om Arnhem. Ja. Zo. Maar inderdaad, de openingswedstrijd die gooit een beetje... waardoor we spelen ook veel in Apeldoorn, dus ik snap het verwarring. Ja, oké. Ook. Melissa en Fee komen eraan, hoor. Pim. Hé hey man, is dat Pim Kamp, zo'n Active Living? Volgens mij wel, hoor. Ja, doet hij mee? Pim, zet even in de chat of jij Pim Kamp bent van Active Living. Dankjewel. Volgende. Waar speelde Sliedrecht Sport in november 2 wedstrijden in de Challenge Cup? Is dat Gran Canaria, de Azoren, Sicilië of Moskou? Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit weten. Normaal is natuurlijk, weet iedereen wel welk team waarheen gaat. Maar het is nu zo stil geweest rondom alles. Kijk, iedereen meet het dus. Netjes hoor. Ze hebben daar wel volgens mij 2 keer verloren en toen was het klaar. Maar het was wel fijn voor ze dat ze even wat konden spelen nog. Oké. Volgende. Hoeveel seconden duurt een aangevraagde time-out? Sorry. Dat is goed, die gaat gewoon voor je beurt. Maar sorry, 25 seconden, 30 seconden, 35 seconden of 45 seconden? Waar zal dit zijn geweest? Is het Apeldoorn? Ja, het is Apeldoorn. Oh, het staat ook achter de jongens. Sorry, jij mag nu de volgende vraag doen. Ik wil het echt 2 uur doen. Ja, mag. Okay, ja. Ik schrijf nu een coupon voor jou uit. Zo. Alsjeblieft, mag jij 2 vragen doen? Ja. Antwoord 30 seconden. Ik heb altijd een hekel aan time-out. Die is zo lang. Laat me lekker spelen. Ja, dan moet je nagaan als je de technische hebt. Ja, die is nog erger. Laat me lekker spelen. Laat me rust. Even kijken. Hé, Stijn loopt uit. Stijn loopt uit. Ja, maar wel vasthouden, Stijn. Moet nou niet maar gaan kakken. Ook girlpower, Melissa en Fee. Kom. Ja. Oké, welke oud-international maakte onlangs zijn comeback in de Eredivisie? Yannick van Harskamp, Wietse Kooistra, Jasper Dievenbach of Tony Krolis? Kwam dat er heel erg rond uit? Ja, dat is een beetje West-Fries hoor. Dan moeten we eruit krijgen. We zien hem nou. Dus je was zo hard, dus je sterren in de ogen. Middenpersoon. Weet je wie het is? Wie? Wie het is? Die aan het aanvallen is? Ja. Maar het gaat niet om wat ik weet. Gaat nee, ik vroeg hem gewoon af. Zij weten het wel. Jasper Dievenbach. Zo. Heel goed, jongens. Nu mag ik deze ook doen. Ja, je mag deze ook. Ik heb een coupon. Ik heb een coupon. Zet hem in. Volgende. Waar of niet waar? De coach mag per set maximaal 5 wissels en 2 time-outs aanvragen. Waar of niet waar? Nummer 3. Wie is bij ons nummer 3? Dat is Yvonne Belen. Wie is bij de mannen dan? Ik heb geen vraag. Volgens mij weet ik het wel. Volgens mij is dat Wessel Kemink. Ja, of ik praat nu zomaar wat vals. Okay. Ja, dan krijgen we nu de 2e ronde alweer. Serieus? Kijk dan, joh. Wow. Ja, dit is de 1e ronde. Tussenstand. Oh. Oké. Nou, dit is ook nieuw voor ons. Ja, dit is zeker nieuw. Einde van ronde 1. We gaan zo direct door met ronde 2. Heb je nog een leuke vraag voor ons? Stel hem in de YouTube chat. Dat hebben we hier. Gaming fan zegt, Kirsten, je bent knap. In je zak steken. In mijn zak steken. In je zak steken. In de pocket. Heb je hoeveel zak heb je? 4. Ja, lekker, leuk. Een beetje en alles. Even kijken. Jongens, als jullie feedback hebben van gaat het traag, gaat het snel... Jullie lullen te veel, mag ook gewoon. Of jullie vinden het gewoon hartstikke leuk. Ja. Mag ook. Hè? Voel mag je vrij. Allemaal. Of zeg niks. Kan ook. Maakt niet uit. Zullen we gewoon doorgaan? Wanneer moeten jullie weer spelen? Als de tijd eruit is. Als de tijd eruit. Celeste, jij bent knap, zegt ook iemand. Hey, stop er meer pakken te zijn. Ik heb eten nu in het vaste alle zakken. We zijn gezellig samen, Plak. Maar oh god, nu krijgen we het hoor. Dat hadden we niet moeten doen. Dus. Nee, maar we hebben straks ook een paar bewaren. Dat kan maar we lopen ook voor op tijd. Wat zullen we doen? Gewoon doorgaan. Even kijken. Ik heb een leuke vraag voor jou, Plak. Oh. Wat missen jullie van het Nederlands eten als jullie in het buitenland zijn? Nou, ik vind Andijvie wat lekker. Ja. Maar eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, uit Nederland mis ik nooit zoveel. Maar wat ik wel mis is mijn fiets.
is echt geen eten, maar ik mis mijn fiets. Dan wil ik s'avonds gewoon even een rondje gewoon door de stad fietsen. Vind ik lekker, fietsen neus. Maar geen eten, nee. Ja, andijvie. Jij dan pindakaas? Pindakaas. Maar die neem ik neem altijd een pot mee. Ja, maar ook met Nederlands team neem je zo'n familiepot mee. En op het einde is je ook nog op. Ik leef niet zonder pindakaas, nee. Jongens. Pindakaas moet gewoon mee. Ik vind apenkop ook wel lekker. Ja, die zijn lekker. Ik kan ook gewoon meenemen. Even kijken. Zullen we nog één vraag doen en dan weer door? Wie is Stijn? Had hij de vraag van tevoren? Aha, omdat hij zo goed gaat. Stijn is een saboteur. Yep. Stijn goed zijn. Nee, Stijn weet gewoon heel veel van volleybal. Oh, ik heb hier een vraag, ik weet het antwoord. Als je één dag alles mocht doen, wat je nu niet meer mag doen door corona, wat zou je dan doen? Ik zou wel een festival willen doen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit echt gedaan. Door Nederlands team zijn altijd bezig, kan ik niet doen. Ja, we zijn één keer naar die Manjana Manjana geweest. Dat was, vroeg, ja. Dat was echt een heel mooi... Ja, festival pakken. Ja, sluit me wel bij aan. Oké, zullen we hem weer doorzetten? Ja, bewaren jullie vragen, bewaren we voor zometeen. Dus die komen nog. Oké. Straks zijn mensen op de wc, zijn ze aan het plassen, denk ik. Ja, stoppauze. Nee, we hebben niet gezegd, dat is eigen schuld. Nee, dat is waar. Oké, volgende. Jij bent zo hard, dus. Ja, nee, gewoon heb... Ik had toch geen beachvolleybal? Ik ben blij met die beach. Dat nou, zand gaat overal zitten. Ik wou net zeggen, hier weet ik vrij weinig van. Oké. Maar goed. Met wie gaat Marleen van Iersel zich proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio 2021? Is dat met Katja Sam, Joyce Stubbe, Pleun Ipma of Jantine van der Vlist? Goeie vraag. Wat jij dat? Ik ben geneigd om te gaan voor... Dat hoeft niet hardop. Ja. Nee, dat, fout. Ja, nee, ja, fout. Ik had hem ook fout. Ja, wie dacht jij? Joyce Stubber. Oh, nee, maar die is gestopt. Ja, die is inderdaad gestopt. Ik dacht je natuurlijk van de Vlist. Voor zover dat ik er dus niet zo heel veel van weet. Ja. Oké. Ja. Wie is het brein achter King of the Court? Rijnen nummer door. Oh! Ze schudt gaat heel hard langs. Rijnen nummer door. Wilco Nijland, Guido, Davio of Joep van Iersel. Die ging echt heel hard. Dit is trouwens nog een grappig anekdote voor King of the Court. Oh ja! Vertel de anekdote. Ja, nou, knip en plak. Wij zijn gevraagd om... mee te doen. Er viel iemand uit. Oh, even tussendoor. Antwoorden. 36 goed. Vind ik netjes. Ik ga door met de anekdote. Ja. Wij werden gevraagd als Krip en Plak zijnde of wij mee wilden doen aan King of the Court. Want er was één plek vrijgekomen. Nou, dat duurde niet lang of wij hadden besloten van, nou, dat lijkt me geen goed idee. Nee. Dan zouden we compleet weggeslagen. Compleet weggeslagen. Nee. Hey, Team Sap, die is er weer bijgekomen. Want die was uit de top 5. Ja, nu is ze terug. Melissa en Vee, hou vast. Ja, Melissa en Vee, ik kom op, man. Ik okay. Super Smash Bros. Vind ik ook wel leuk, Mario. Oké. Waar of niet waar? Beachvolleybal is sinds 1996 officieel een Olympische sport. Is dat dus waar of is dat niet waar? 96. Misschien is het wel eerder. We hebben hier de antwoorden voor ons, maar ik wil gewoon niet kijken. Wat denk jij? Ik dat niet. Ik ga nu gewoon kijken ook. Ik zou het moeten weten. Ja, nou, ik weet het. Dat is gewoon het waar. Is waar. Ja. Zo, ja, dat was het lastig, hè? Ja. Die komt eraan. Mandy is erbij. Hoi Mandy, welkom in de top 5. Papi. Wie is de huidige beachvolleybalpartner van Dirk Boulet? Is dat Mart van Werkhoven, Leon Luini, Stefan Boermans, Ruben Penninga? Ik hoop dat ik de namen goed uitspreek. En anders, sorry. Luini. Of het is gewoon Luini. Luini. Gewoon Nederlands. Luini. Helemaal Leon Luini. Pikstaan. Pikstaan. Oh, pik op pijp. Gewoon zelf ook lachen. Ja. Ja, dat is ook zo erg. Iedereen je maar leuk met jezelf. Het is Mart van Werkhoven. Ja, mensen dachten voor Steven Boermans. Lastig. Leuk, die verschuiving in het scorebord. Interessant. Wordt spannend daarboven, jongens. Wordt spannend. Volgende. Wie won de afgelopen zomer het NK beachvolleybal bij de mannen? Waren dat Boermans de Groot, Varenhorst van de Velde, Brouwer en Meersen of Bouter en Penninga? Ja, Brouwer en Meersen. Zei ik Meersen? Ja, Meersen. Oh, een Apeldoornse R. Brouwer en Meersen, sorry jongens. Mag ik trouwens mijn twee vragencoupon terug?
Dankjewel. Ga die zelf nu inzetten. Ja, want jij ging twee keer voor me. Met me, hè? Ja, want je had net met die dingen. Met de winningen. Wouter Penninga. Ruben Penninga, dat is ook nog een jonge gast. Leuk. Die ken ik wel. Ja, zij wonnen dus van de Groot en Boermans. Die hebben eerder op het toernooi Brouwer en Nieuwse verslagen. Dat vind ik best knap. Oh, hè? Als je die verslaat. Deze moet je inderdaad mee. Kan dit niet. Ja, dat doe ik wel. Maar dat is wel. Oh. Welke schitterende locatie voor een van de meest geliefde Grand Slam toernooien zie je hier afgebeeld? Is dat je staat Hamburg, Wenen of Rome? Mooie omgeving. Heel mooi. Kijk, als je dan beach, dan zie je nog wat... Het is heel anders. Dan zie je misschien nog een mail vliegen of zo, weet je? Word je afgeleid? Nou, wij hebben het niet binnen. In Brazilië, een open sporthal. Positief van vogels in je hal. Is gezellig, een beetje sfeergeluid. Negatief, ja. Lastig. Ze laten gewoon hun behoeftes achter op het veld. Gelijkspel, vind je dat? Gelijkspel. Ook Wenen. Ja. Dat is toch vraag, hoor. Oké, volgende. next. Stijn gaat lekker. Oh. Waar of niet waar? Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink zijn Nederlands kampioen King of the Court. True of false? Ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben een moeilijke foto. Zou dat wat zeggen over het antwoord? Nou, niet over hun prestaties. Ik vind het wel goed. Ja, ik vind ze ook heel goed. Goed op elkaar ingespeeld. Ja, alleen de kleding is niet matching. Huh? Heb je dan in volleybal bij ons indoor moet je allemaal hetzelfde uitzien, maar zij hebben verschillende hoofddeksels. Ja, maar wel met een sponsor erop, dus wat dat betreft. Oh, ja, heb ik geweten. Volgens mij wel hoor. Ja. Leuk. Hey, we hebben een nieuwe nummer 1! Stijn? Hè? Volgens mij is Stijn is niet uitgevallen, want dat kan niet. Wat gebeurt? Wow, yo. Ah, hij heeft misschien zijn hoed app mensen. Hoe heet het ook alweer? Oh, afgesloten. Kahoot. Nee. Kahoot. Jongens, Kahoot app niet afsluiten, want je komt niet meer terug. Niet afsluiten. Maar voor Team Shop is dit heel goed nieuws, want hij staat nu op nummer 1. Ja. En Melissa en Faye, die zitten ook heel dichtbij. Jongens, er is weer ruimte voor iedereen. Sluit je app niet af, want je ligt eruit. Kunnen wij niks aan doen. Oké, volgende. Naar welk eiland ging Beach Team Nederland onlangs voor een trainingstage? Is dat Tenerife, Ibiza, Mallorca of Corsica? Zo, ze kiezen wel de eilanden. Ik wou dat zeggen, zullen we er ook een keer heen? Ja, zij kunnen er ook van genieten. Ze kunnen lekker buiten zijn. Nee, dat is een voordeel, dat weet ik niet. Oh, dat is een voordeel, dat weten we niet. Zij stellen wel buiten zijn. Leuk. Ze pakken wel die zon mee als ze buiten zijn. Ze pakken wel die zon, wij zijn bleekscheten. Zoals ik thuis kom, zegt mijn vader, joh, ben je bleek, weet je? Blankie. Ben je bleek, ja. Je gaat op je moeder lijken, zegt hij. Tenerife, hoor. Lekker, hoor. Hé, hey, daar heeft hij al zenuwen volgens mij een aantal jaren Tenerife. Ja, was dat op Tenerife? Ja, heeft hij daar heel goed gedaan. Ze hebben zijn Champions League gewonnen. Met Ingrid Visser was dat nog. Ah, ja. Oké, volgende. Mandy, Mandy heeft een vuurtje. Ah. Want ze heeft een streak van 18. Ze heeft 18 goede antwoorden. Dus dat is heel goed. Waarom is ze dan vierde? Waarschijnlijk omdat andere mensen sneller antwoorden dan zij. Dus Mandy, als jij nog sneller gaat antwoorden, kom je boven. Oké, volgende. Plak voelt met je mee. Zo, maar dat scherm, daar moeten we... Welk succesvol duo zie je hier langzaam in beeld komen? Van Driel, Schoonstam, Keijzer en Meppeling of Brouwer en Meeuwsen? Ik sprak me goed uit. Maar die blokjes blijven ook heel goed voor hun gezicht zitten. Ja, heel goed. Oh ja. En nu is het toch wel duidelijk. En nu komen er nog wat antwoorden. Niet iedereen wist het hoor. Een lastig. Schoon en Stam. Wie is nou? Ik het toch? Ja, hier gaat je gang maar. Het wordt spannend hoor, daarboven jongens. Het wordt spannend. Oké. Welk duo won het internationale King of the Court toernooi in Utrecht bij de vrouwen? Ross en Day, Wurmship Depre en Heidrich. Ik gooi die accenten erin. Keijzer en Meppelink of Duda en Agatha? Agatha. Hey man. Hoe zijn die blauw? Wurmship Depre en Heidrich. Ja. Lange naam, hoor. Ja. Heidrich is van Duitsland. Ja. Hoor.
Mensen denken dat ik Duits kan spreken. Dat kan ik helemaal niet. Maar ik neem die woorden en ik gooi gewoon dat accent erin. Weet je, dan denken ze. Duda en Agata. Duda en Agata. Agata. Die komen uit Brazilië. Goed om te weten. Pak geen flauw meer over. Oh ja, klopt. Ja, leuk. Weet je wie er ook uit Brazilië komt? Carol Ana. Ze heeft niet veel Anna. Anna speelt nu in Brazilië. Ze zit echt heel goed daar. Jij bent. Waar of niet waar? Reine Numerdor heeft 4 keer deelgenomen aan de Olympische Spelen. Ja, denk eraan. Zaal, beach. Dat is een buffel. Waar of niet waar? Die man is een baas. Dat kan ik je wel vertellen. Zo. Dat is niet waar. Hij deed 5 keer mee aan de Olympische Spelen. 3 keer in de zaal en 2 keer op het strand. Ja, 5 keer knippen. Echt bizar. Bestaan, hè? Nou, respect. Heel veel respect. Oké, ik kom weer wat. Hey, Stijn is er weer. Hey, Stijn, welkom terug, jongen. Hij ging gewoon heel slecht. Hij had gewoon een fout antwoord en de mensen hadden het goed. We zijn niet bevoordeeld voor Stijn, hoor. Maar ja, ons oog valt er gewoon op. Volgende. Welke van deze beachvolleyballers heeft geen eredivisie verleden in de zaal? Steven van der Velde, Alexander Brouwer, Robert Meeuwsen of Christian Warenhorst? Dat is een hele goede foto. Het lijkt alsof hij van duiken houdt, want dat shirt is een beetje vies. Wat is dat? Oh, dat is dat logo. Snippen, wij moeten niet gelijk zo, want dan heeft het scherm weer geen zin, hè? Ja, het is wel gezellig. Wie is het nou? Robert Meeuwsen. Oh, dat was een trickie, hè? Want ze hadden even lekker iemand anders hadden in beeld. Meeuwsen zat ooit bij op de bank bij Vrevok, maar speelde nooit. De andere 3 beachvolleyballers hebben bij Lycurgus Eredivisie gespeeld. Oh joh. Ja. Oh, dat wist ik. Hé, dit was... De tweede ronde. De tweede ronde. Mandy is nu eerste. En we zijn er even doorheen. We lopen enorm voor op schema. Ja, we lopen een kwartier voor. Verrek, wij praten zo snel. Ah, maar dan kunnen we toch even nog een paar vragen beantwoorden voordat we naar de pauze gaan. Ja, oké, we gaan nu dan eventjes 3 minuten vragen beantwoorden. Oké, er wordt hier heel vaak gevraagd hoe lang volleyballen jullie al? Van Linde, die wil dat heel graag. Oké, ik sinds mijn 10e, 18 jaar vlak. Wauw, 18 jaar. Ja. Ik sinds mijn 6e. Sinds je 6e? Oh, dat is al 19 jaar. Hou op, ja, hoor. Bij gooi en vangen bij de boemel in Tuintje Horen. Hartstikke leuk. Wauw. Gezellig. Ja, leuk. Oké. Nou, zo lang dus. Ik moet even de vragen goed lezen, hoor, jongens. Gaan hard, hè? Knip en plak, zouden jullie bij Alvoco een clinic willen geven? Alvoco, dat is... Altijd. Ja, ga even naar Insta dan, naar knip en plak volleybalclinics. Het is nu met corona wel lastig, maar... Aanvragen kan in ieder geval. En zo gauw corona het weer toelaat, dan komen wij heel graag langs. We gaan het wel heel druk hebben, want er zijn al heel veel clinics die we helaas op pauze hebben moeten zetten. Ja. Komt goed. Thijs wil graag weten wat jullie grootste droom is. Grootste droom. Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Grootste droom zou ik niet weten. Als je het bijvoorbeeld hebt over een bucketlist dingetje, dan staat bij mij reizen echt bovenaan. Want wij zien heel veel van de wereld met volleybal. We gaan natuurlijk naar heel veel landen. Maar dat is met name... De sporthal, het hotel en de bus die wij dan zien. Dus ik zou heel graag wel naar bijvoorbeeld Australië of Nieuw-Zeeland of zo willen. Dat staat bij mij wel bovenaan. Maar ik kan niet zeggen dat dat een droom is. Nee, ja, een droom. Een droom vind ik moeilijk. Ik vind droom sowieso lastig, want niet een droom, het is gewoon een doel. Weet je? Ja. Als mijn droom is van, nee, ik wil graag een keer uit een vliegtuig springen, dan doe ik dat gewoon, weet je? Dan doe je dat gewoon. Er was hier nog een vraag. Dat vind ik wel een leuke vraag. Kirsten, naar welke wedstrijd in de Eredivisie kijk jij het meeste uit? Want jij hebt natuurlijk, je gaat naar Sliedrecht toe in de Eredivisie. Ja. Nou, hoeveel jaar geleden? 6 jaar geleden heb ik daar 2 seizoenen gespeeld.
Nou, het is wel grappig, want ik heb de afgelopen tijd bij het talentteam meegetraind. 5 dagen in de week. Papendal. En op Papendal. En de eerste competitiewedstrijd die ik ga spelen met Sliedrecht is tegen het talentteam. Dus ja, daar kijk ik eigenlijk heel erg naar uit. En verder vind ik het leuk om tegen alle teams te spelen waar ik vroeger ook tegen heb gespeeld. Dus dat geeft een beetje een nostalgisch gevoel om die sporthallen straks weer binnen te mogen lopen. Dus daar heb ik gewoon heel veel zin in. Even kijken. Zullen we de laatste doen voordat we dan naar de pauze gaan? Ja, ook mijn blaas hoor. Gaat begint te knijpen. Hé, je moet niet zoveel thee drinken. Even kijken. Scrollen. Festivals mis ik zijn ook. Zijn er geen nieuwe vragen? Je nee, ja, festivals. Wie mist festivals? Annika. Ja, Annika. We voelen je. Party peeps. We feel you, man. Ja, rooibos met honing. Lekker. Rooibos met honing. Ik laat dat zakje er gewoon lekker in. Lekker donkere thee. Dan kan je het goed het zakje erop leggen. Oh, ik vind dat zo vies. Maar geniet ervan, vriendin. Oké. Okay. Dat zakje is gevonden. Ja. Ja. Een beetje saai. Ja, okay. Ja, net zo donker als koffie. Baba. Laatste, wanneer kom je weer naar Triante in Schonebeek? Laatste bel me. Ben erbij, maar dan neem ik haar wel mee. Oké, okay. Dit was hem. Jongens, we gaan naar de pauze. Het is pauzetijd. Moet je even je drinken bijvullen? Doe dat. Hè? Pak er even wat lekkers bij. Een snackie. Het is tenslotte een gezellige pubquiz. Hè? Nee. Dan gaan wij ook eventjes toileteren. Oké, doei. Tot zo. Doei. Blijf hangen, hè? Niet weggaan. Ja, nee, dat was dus mijn vraag. Ik vroeg aan hun, laat weten of je ons hoort. 1 knopje moet je in. Geen geluid, ja. Je had 1 taak. Je had 1 taak. Nou, maar we zijn nou, nu wel. Ja, we zijn er weer. Hey, we beginnen met een... Hey. Ja, hoi. Hey, we beginnen even met een Q&A'tje. Dat stond op het programma. Ja. Dus dat gaan we even doen. Ja, vind ik leuk. Mensen, thuis in de woonkamer... Ten eerste, dat vind ik leuk om te weten. Laat even weten met hoeveel mensen je achter je schermpje zit. Want wij zien wel een aantal deelnemers. Maar met hoeveel mensen zitten jullie thuis? Dat vind ik wel leuk om te weten. Zit je alleen of zit je met z'n 5? Oh nee, 5 mag niet, is corona. Ja, tenzij je veel meer gezin hebt. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Nou, laat even weten. 2-1-1. Het zijn 3-2. Dat vind ik toch 20! Zo, die zijn niet bang. Die zijn niet bang. Zo. Zijn nieuwe korrel. Zijn met 3 chaps. Ah, 3 chaps. 1. Alleen wel videobellen. Ja, dat kan ook. Leuk. 5, 6. Oh, leuk. Janouk, goede vraag, vriend. Leuk. Het is erg. Oh. Leuk. Hey, maar dus achter 1 naampje op een scherm zitten echt heel veel mensen. 5, 6, 4, 3. Leuk. Oké, nou. Q&A. Stel jullie vragen in de comments en dan gaan wij reageren. Vraag voor ons, hè? Ja. Leuk. Je kan wel even terugscrollen, want er zijn al een aantal vragen gesteld. Even kijken. Hebben jullie een favoriete andere sport om te doen? Nou, wij hebben samen getennis begin van hey, de zo, ik moest, zeg je me graag, hè? Zo, die komt dan diep. En vind je jezelf goed in tennis? Zeg, nou, weet je wat het is? Kijk, tegen een bal, ik kan gewoon, een volleybal kan gewoon keihard slaan, gewoon een poeier geven, weet je. Maar in tennis gaat niet. Jij wil niet weten hoe vaak ik een homerun heb geslagen. En dat is niet positief. Maar het ziet wel heel mooi uit. Het ziet er mooi uit. Heel dramatisch heel ook heel elegant. Wel. Maar ik sla ze over dat hek heen helemaal niet goed. Joh. Je moet gewoon beheersen over dat netje slaan. Dat gaat niet zo goed af. Kisten, wat vind jij leuk? Ja, handbal nee. Vind ik ook leuk. Ja, maar heb ik nog nooit gedaan. Nee, dus maar dat kan ik niet over zeggen. Ja, en ik hou niet van... contactsporten. Nee, ik ook niet wel. Nee, mensen moeten niet aan me komen. Nee, dat zit niet aan me. Pas op, hè, want dat valt zo om. Oh, ja. Nee, ja, inderdaad, tennis vind ik heel erg leuk.
En vroeger heb ik altijd gedanst. En ik zou ja, ook niet meer. Ja, nou, ik weet niet of ik het nog kan. Ik heb ja, het heel lang niet gedaan. Maar je kan ook heel goed zingen. Ik vind dat jij musical kan gaan doen. Nou, wie weet, dat vind ik echt. Ik maak geen grap meer, dat vind ik echt. Kersen kan heel goed zingen. Monica Sloetjes kan er ook goed zingen. Femke Stoltenborg. Hoi Fem! Hey, we weten dat je kijkt. Femke Stoltenborg, shout-out! Femke Stoltenborg kan ook heel goed zingen. Ik moet in een koor beginnen, hoor ik. Nou, over shout-out besproken. Shout-out naar Bert Dien en Bert Sloetjes. Ouders van Monica Sloetjes. Die vroegen mij eergisteren, ik was daar toevallig. Zou je alvast even de vragen van de quiz door kunnen geven? Want we gaan meedoen en we willen gaan zijn winnen. Ja! Dat is een cijfer nou. Sorry. Bert Dien, shout-out. Oké, volgende vraag. Even kijken, ik moet even een beetje scrollen, want het is verder nog wat. Wie is je favoriete buitenlandse teamgenoot? Zo. Buitenlandse teamgenoot. Ja, ik heb met Paula Egonu gespeeld, dat was wel lachen. Oh, leuk! Ja, Freya Albrecht. Ik mag het zeggen, Freya. Freya Albrecht is een Belgische speelster, Vlaamse speelster. Een Vlaming. Ja, terecht hoor. Ja, Bento. Aan mij. En dat is, we zijn beste maatjes. Ja. Het is lekker makkelijk om de taal. Ja, dat is zeker Vlaams. Makkelijk. Voor mij is dat Mackenzie Adams. Die speelt nu ook bij Robin de Kruijf in het team. En daarmee heb ik bij Aken gespeeld. Ja. Dus dat is wel mijn favorietje. Hier, Team Schorrel. Team Schorrel. Nee, uit Doetinchem. Ja, met Vinger uit Doetinchem. Maar waarom Team Schorrel? Gewoon, ik vind Schorrel heel erg leuk. Ja, ik ook. Even kijken, bij welke clubs hebben jullie gespeeld? Oh. Okay, ze allemaal opgenomen. Een tijdje Hoorn, beste club van Nederland. Dinto, Warmhuizen, Apeldoorn, Alterno, Bergamo, Italië, Novara, Italië en Aydın, Turkije. Oké. Okay. Wil je het echt weten? Ja, doe maar. Oké. Okay. Begonnen bij Matthew in Enkhuizen, waar ik vandaan kom. Daarna Simokos, boven Kaspel, wie kent het niet? Talentteam, TVC Amstelveen. Toen ook bij Alterno, waar Plak ook heeft gespeeld. Toen Sliedrecht, dat was in Nederland. Vervolgens Istre in Frankrijk. Vilsbiburg in Duitsland. 3 jaar in Aken in Duitsland en mijn afgelopen seizoen was in Blaj in Roemenië. Dus dat is een beste... Roemenië, gingen ze daar niet met paard en wagen door het dorp en zo? Ja, daar kwam ik aan en het was alsof ik 50 jaar terug in de tijd ging. Maar je had ook een heel lief zwerfhondje toch in die buurt? Ja, dat was zo lief. Ja, ze gaan daar niet zo goed om met hondjes. Die gebruiken ze daar zoals wij ze zien, zoals huisdier. He, echt als maatje. En daar gebruiken ze eigenlijk meer als waakhond. En ze laten ze buiten slapen. En ze leven op straat. Dus ik nam elke keer als ik naar de training liep, had ik gewoon brokjes in mijn zak. En liepen ze met me mee. En gaf ik ze eten. Dus dat waren gewoon maatjes. Je bent de rattenvanger van Hamelen, maar je bent de hondenfluisteraar van Blaj of zo. Mm, ja. Dat heb je heel mooi gezegd. Okay. Ja. Even kijken. Deze vind ik wel leuk. Welke positie zouden jullie spelen in plaats van je eigen positie? Pasenloper, 100%. Ik ben vroeger ook geweest. Pasenloper. Ja, jij was pasenloper. Ja. Jij was heel goed ook. Ik scoorde echt veel. Ja, klopt. Ik was heel handig. Maar uiteindelijk toch even te klein, denk ik. Of misschien beter als libero. Oh. Jij? Nou, ik ben normaal natuurlijk pasenloper. Ik ga gewoon lekker makkelijk diagonaal zeggen. Nee, dat is niet leuk. Nee, doe even een beetje. Midden. Ik ben ook heel lang midden geweest. Ik ben eigenlijk opgeleid als midden en... toen op het laatst, toen zag ze het allemaal niet meer zitten met mij als midden. Dus ze dachten, nou die gooien naar de buitenkant. En hij heeft toevallig goed uitgepakt. Maar dat zou ik wel midden. Of libero, eerlijk, zou ik ook echt leuk vinden. Want Pasen is misschien niet, mensen associëren mij niet met dat als mijn sterkste kant. Maar ik vind Pasen wel heel leuk. En verdedigen eigenlijk sinds kort ook. Ik vond het echt kut. Ik deed dat vervelend. Ik deed ook altijd mijn beste om gewoon niet naar de grond te hoeven. Maar ik vind het wel leuk sinds kort verdedigen. Ja, wel eens een keer uit anders. Nee. Oké. Volgende vraag. Maureen. Kirsten, hoe vind je het bij je nieuwe club? Heel erg leuk. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5 keer mee getraind. En het voelt weer als vanouds om terug te komen in Sliedrecht.
En de meiden werken hard. De trainingen zitten goed in elkaar. Dus we hebben 2 januari onze eerste oefenwedstrijd. Dus dat wordt mijn eerste wedstrijd na 9 maanden of zo. Spannend. Ja, bizar spannend. De laatste vraag. Ja, nog eentje. Met welke sporter zou je 24 uur willen doorbrengen? Net zoals het programma 24 uur met. Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat jij al wel iets in je hoofd hebt. Nee, niet per se. Echt niet? Nee. Dat had ik wel verwacht. Nee. Met welke sporter, hè? Dus echt gewoon alleen een atleet. Dat vind ik wel... Zou je voor een teamsporter gaan of een individu? Oh, nee. Ja, nee. Ik weet het al. Ja, wie? Ja, Federer. Ja? Ja, nou ja, mijn vriend is helemaal idolaat van hem ook. En ik vind hem ook echt... wat hij allemaal heeft bereikt. En hoe hij op deze leeftijd nu nog zo goed presteert. Ja, indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Ik denk dat ik zou gaan voor LeBron James. Ik vind hem ten eerste als een man vind ik hem een enorm mooie verschijning. Mm-hmm. Heel erg charismatisch. En het is een giga-atleet. Mm-hmm. En hij werkt heel hard ook. Je ziet ook veel. En hij heeft alle clubs waar hij heen gaat, daar wint hij zo'n ring. Die man heeft gigantisch veel ringen. Ja, dat klopt. Naast de Kobe Bryant natuurlijk. Maar die is helaas niet meer onder ons. Maar ik denk dat ik voor LeBron James zou gaan. Oké. Ja. Ja. Nou ja, oké. Volgende. Zullen we beginnen? Ja, we gaan gewoon weer door. Mensen, bedankt trouwens voor die vragen. Hartstikke leuk. Leuk voor de interactie. Ja, jullie mogen er in principe nog meer stellen. Hè? Zoals we af en toe misschien het wel. Ja, want wij gaan heel snel. Ja. We lopen vet voor op de tijd. Ja. Dus als jullie vragen hebben, dan rekken we gewoon de tijd. En dan gaan we die beantwoorden, oké? Okay? Dus we gaan rustig verder kiezen. Volgende. Hoorde je het? Kan ja. Het pizza? Ja, leuk. Best vies. Een opwarmertje voor de laatste ronde. Wist jij dit al van onze nationaal teamspelers en speelsters? Raad mee naar de goede antwoorden op deze bijzondere vragen. Er zijn geen punten te verdienen. Dus dit is een opwarmertje. Net als die eerste is gewoon een rondje. Gewoon lekker klikken. Adem. Halen. Ja. Ja. Oké. Okay. Gaan we doen. Oké. Volgende. Welke volleybaldame kan naast volleyballen ook heel goed windsurfen? Is dat Yvonne Belien, Kirsten Knip, Anne Buijs of Britt Bongaerts? Oh. Ik weet wel wie het niet is. Zo. Had je hem? Ik ben benieuwd hoor, hoeveel mensen dit weten. Ja, of wie ze denken dat het is, als ze het niet weten. Kijk, dit is leuk, want dit zijn vragen, daar hebben wij zelf. Anne Buijs, leuk. Hoor. Ja, Anne kan heel goed winsten. Annie B. Dus dan, als het een keertje mooi weer is buiten, dan moet je even naar de Zaanse plassen rijden. Dan zie je Annie B, zie je daar, die zie je daar windsurfen. Ja, als we geen training hebben. Maar dat kan zij heel goed. Ja. Dit is allemaal inside information vragen, hè, jongens. Het is hartstikke leuk dit. En jij bent erbij. Jij bent erbij. Active life living. In the pocket. Volleybal, krant, quiz. Jullie zijn erbij. Wij zijn iets meemaken. Oké, volgende. Dan moet ik nog zeggen. Welke volleybaldame had er vroeger een Shetland pony? Is dat Mitterschoot, Lonneke Sloetjes, Robin de Kruijf of Celeste Plak? Kijk, dit kapsel al, ja, sowieso. Hoe kan die zien dan? Ja, die moet je knippen toch? Dat kan niet. Of ja, met zo'n zielen. Die wind, die blaast al die haren zo. Op het ik hoor zo toch, toch. Ja, die staat hier zo lang, die gaat over de grond. Ja, Lonneke Sloetjes. Nee, Robin! Nee, Kruijf! Oh, wat een Robin. Die woont op een boerderij, die heeft vet veel land om zijn huis en zo. Vet veel ruimte. En als kind ging ze naar de ouders. Papa, mama, ik wil een paard. Nou, kreeg ze dus een Shetland pony. Een paard. Ja, best wel een paard. Maar goed, Robbie, die was altijd al super lang. En zo'n Shetland is gewoon midget, snap je? Dus zij kon dan zeg maar meegaan met die pony. Maar ze... Ik was steeds... Maar ze was zo lang. Haar voeten... Haar voeten slepen over de grond. Ze kon zo meelopen, weet je. Ze was te groot voor die Shetland pony. Nou, moeten wij heel veel om lachen op de kamer, zoals je werkt. Oké, volgende. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen horen. Nou, ik had het even zwaar. Volgende.
Ja, komt-ie. Wie ben jij? Welk beroep had Wouter te Maat voordat hij profvolleyballer werd? Timmerman, bouwvakker, fietsenmaker of een vrachtwagenmonteur? Kijk, dit is dus niet in zijn informatie van ons. Dus weet ik. Ja, nou laat me lekker. Timmerman zegt lekker. Gaat er niet uit hoor. Weet jij het? Ik vond het een heel verrassend antwoord. Ik hoor dat van Fabian namelijk. Oh. Ja, dat is echt leuk. Ik vind alle vier verrassend, dus het antwoord altijd is ja, heb je wel gelijk in. Ja, hij was gewoon vrachtwagenchauffeur. Een vrachtwagenmonteur. Monteur, hè, staat er. Ja, chauffeur. Toen Tamaat bij Rivo Reizen in de Eredivisie speelde, was hij daarnaast vrachtwagenmonteur. Toen hij bij Zwolle ging spelen, stopte hij met werken. Ja, dus hij is gewoon een laadbloeier. Gewoon perfect voorbeeld van een laadbloeier. Ja, dat is toch top, ja. Want die man is hartstikke goed. Kan hartstikke hard slaan. Ja, en als hij straks klaar is, dan kan hij in principe... Kan hij een vrachtwagenmonteur worden. Lekker, man. Kijk, dat is makkelijk, hè. Want voor ons is het... wij gaan volleyballen. En daarna moeten we bedenken van, hé, wat vinden we eigenlijk leuk om te doen in het normale leven? Maar buiten dit, serieus vind ik dit echt mooi, zeg maar, voor mensen om te zien van, het is niet te laat om te beginnen. Want hoe oud was die gast? Weet ik niet, staat er niet bij. Hij was hartstikke laat en toen begon hij wel echt met topsport. Dus maakt niet uit als jij 18 bent of 24 en je denkt, goh, ik zou nog graag proberen op topsport. Doe gewoon lekker, want Wouter de Maat die speelt... bij Fenerbahçe in Turkije speelde hij gigantisch goed in zien. Oké, volgende. Doet hij het? Volgens mij zijn er geen nieuwe punten bijgekomen. Oh nee, dit is de oefenronde. welke volleybaldame heeft een fobie voor alles wat veren en vleugels heeft? Is dat Maret Grotthuus, Laura Dijkema, Nika Daalderop of Nicole Kohaas? Hilarisch. Nou, maar zij zelf gaat er nog het meeste stuk om. Ja, dan moet je huilen. Zo. Begint te trillen. Die begint te trillen. Dat is ook niet voor de grap, hè? Maar vindt ze het erg, denk je, dat wij haar nu zo exposen? Nou, weet ik niet, want ze exposed er zelf ook altijd als ze het zegt. Dus ja, daar heb je gelijk in. Ik ben toch benieuwd wat ze nou, doen, mensen, hè? Het antwoord. Mensen denken Laura Dijkman, maar mensen denken nee, misschien van Laura van ze is... Het zo misschien een poppetje, maar echt niet, man. Nee, is echt taf. Echt een tough girl. Nee, het is dus Maret Grotthuus. Onze aanvoerster. Hilarisch. Alles met vleugels en veren. Behalve een kip, als hij op de bord ligt, is het goed. Maar als het leeft en tokt of dinges en geluid, is bizar. Dus wat heel grappig is, ja, is op haar... Ja, ik ga het vertellen. Doe maar. Op haar vrijgezellenfeest hebben haar vriendinnen haar dus geblinddoekt. Zijn ze naar Amsterdam gegaan. Hebben ze haar midden op de dam gezet met blinddoek. Hebben ze zaad van die vogelzaad om heen gegooid. En toen moest ze foto's. Maar Red lachen! Zei, maar ze had geen idee wat er om zich heen gebeurde. Dus al die vogels om haar heen. Maar als ze even op een terrasje pakken of zo. Wil ze heel vaak ook niet buiten zitten. Want dan ziet ze ergens in de verte. Ja, 50 meter verderop ziet ze een duif vliegen. Nee, we gaan ergens anders zitten. Loop ergens op straat. Aan de andere kant van de straat loopt een duif. Maar we moeten dan een andere route pakken. Dat gaat niet. Ja, het gaat niet. Gewoon niet. Maar verder is het heel stoer. Ja, verder is waar je hiermee tekort komt, overklassen weer op andere kwaliteiten en eigenschappen. God, moet je een kruidbakkie? Zo. Welk duo heeft er samen een eigen bedrijfje opgezet? Knippenblak. Met volleybalclinics, de Gebroeders van de Goor. Een schoonmaakbedrijf. Of Horstink en Van Dijk. Een kapsalon. Of Dijkema en de Kruif als YouTubers. Ik heb geen flauw idee. Ik zou het niet weten. Zouden wij deze vragen zelf ingezet hebben? Je hebt het nee. Kijk dat haar. Hey, je dachtige mensen hebben het... Vier mensen hebben het nog fout ook. Kom op, jongens. Nu die Kahoot app afsluiten en al je punten. Ja, dit is echt, dit valt me tegen. Kerstaan, ik had allemaal goede antwoorden voor verwacht. Wat voor bedrijfje wij hebben? Nou, dat staat er toch. Kijk, ja. Klaar. Voel je me ook weer niks? Ja, maar nee, wij dachten, hè, met de namen Knippenvlak moeten we iets gaan doen. Want dat is gewoon te toevallig. En dat we ook nog maten zijn, er moest gewoon iets mee gebeuren. Dus wij zijn de volleybalclinics gestart. En heel veel hadden we er staan voor in november en december. Maar vanwege corona hebben we die dus moeten cancelen. En hopelijk kunnen we die in het nieuwe jaar oppakken.
Maar wij geven dus samen volleybalclinics en met superveel plezier in alle leeftijden. Heel veel energie. Ja, heel veel energie. We vinden het heel leuk om te doen, om jullie wat bij te leren. En, ja, wat wij gewoon willen doen is gewoon de mensen gewoon oefeningen laten draaien. Die we bij het Nederlands team ook doen. Ja. Oefeningen die ze normaal anders waarschijnlijk niet zouden doen. Nieuwe dingen aanleren die jullie nog niet kennen. Oké, dus, genoeg zelf. Ja, oké. Okay, ja, ik hou niet zo van. Nee, we gaan door. Hoeveel hebben we er nog? Is er nog? Oh. Laatste ronde. Ja, we gaan nu. Dit was weer voor de rol. Maar nu gaan we echt nog even een verhaaltje te vertellen. Ja, ga het even doen. Want kijk, wij zitten hier nu al bij elkaar voor de Active Living volleybalkrant Volley Quiz. Maar wat is Active Living eigenlijk? Wie zei het? Eerlijk gezegd niet. Nee, ik wist het ook niet. Nee. Nou, we gaan even wat vertellen over de hoofdsponsor van deze quiz. Die heb ik vandaag, heb ik de directeur, Pim Kamps, heb ik aan de telefoon gehad. Hoi Pim, hoi. Nee, maar het is echt wel leuk om te vertellen wat ze doen. Want het is echt een tof bedrijf. Wat zij dus doen is... moet ik even kijken. Ja, zij testen en keuren dus mensen op basis van gezondheid. Dus bijvoorbeeld bij de brandweer testen ze de brandweer. En dan gaan ze kijken van zijn jullie eigenlijk wel lichamelijk en mentaal in staat om jullie werk uit te voeren. Je kent bijvoorbeeld ook bij de defensie, weet je wel. Dan kan je alles nog halen, maar als jij het fysiek en mentaal niet redt, dan selecteren ze je gewoon niet. Dus hartstikke belangrijk en dus ook heel veelzijdig werk. Ik vind het een tof bedrijf. Ik vind het ook leuk. Ik wist niet wat het was. Nee, maar ik vind het echt leuk. En even kijken wat nog meer. Ik heb even aantekeningen gemaakt natuurlijk. Maar ze doen dus nu vooral bedrijven. Maar in de toekomst willen ze ook particulieren. Dus gewoon normale mensen willen ze gaan doen. En die willen ze dan live coaching gaan geven. Dus begeleiden in het leven. En mentale begeleiding ook. En ook fysiek. Het is ook vitaliteit. Even kijken. Kunnen ze dit zien als ik nu opsta? Vitaliteit, duurzaam inzetbaarheid en gezondheid. En zij zijn hoofdsponsor ook van Orion. Al heel lang. En met succes. Want Orion is heel erg succesvol. En Active Living heeft daar een mooie bijdrage bij. Ja. Even kijken, ben ik nog wat vergeten? Volgens mij zijn we goed. Nou zeg je wat over mij. Ik wil nog wel even wat zeggen. Oh. Want er is één Pim die het hier heel goed doet. Maar we hebben even gecheckt. Is niet Pim Kamps. Pim Kamps. Dus als jullie denken. Is fraude. Is geen fraude. Is niet Pim Kamps. Doen we niet aan. Doen we niet aan. Maar wat ik even wil zeggen. Jij zit over mij. Met mijn man. Dat het de beste is. Maar jij zegt ook Orion. Orion. Dus, ja. Even dat het dat wel. Dat het duidelijk is. Gaan we van accent beginnen. Ik hou ervan. Ik hou er ook van. Lekker. Okay. We gaan door, jongens. We gaan ook gewoon zitten tegen elkaar zo gezellig aan te komen. Ja, hoor. Ik valt die om. Nee, die staat er niet. Nee, nee, nee. Oh! Ja, jij duwt toch mijn kant op? Hij valt toch naar mij? Ja. We hebben een technisch scherp probleem. Blijf. Nee, kom tegen me zitten. We gaan okay. Klemmen. Ik ga echt klemmen. Ja, doe dan. Oké, gaan we. We gaan door met de volgende ronde. En dat is ook de laatste finale ronde. En we hopen dat jullie nog niet verveeld zijn. En dat jullie het net zo leuk hebben als dat wij het hier hebben in de studio. Wordt gebeld door mijn moeder. Sorry. Kan even niet, mam. Sorry, mam. Even weg. Oké, volgende. Categorie oranje. Hey. Leuke categorie, vind ik zelf. Oké. Okay. Wil jij de eerste vraag? Ja. Wie heeft er samen met haar zus tegelijkertijd een wedstrijd voor de volleybaldames gespeeld? Is dat Mieke Daalderop, Anne Buijs, Marit Jasper of Celeste Plak? Ik heb ook ooit met mijn zus in een veld gestaan. Ja? Ja. Gewoon erin gestaan of ook actief wat gedaan? Ja, bij TVC Amstelveen. Oké, speelde ik. Toen we met Ellen samen. Hè, leuk? Ja. Ja, was wel. Kijk eens. Marit Jasper. Ja, dat was natuurlijk een simpele vraag. Dat was een toch? Dat was vorig jaar tijdens de VNL. Maar het was aanvoedster. Ja. Wat een aanvoedster. Next. Leuk. Mandy. Hoi Mandy. Heel goed van jou. Jij bent.
In 1995 werden de Nederlandse dames Europees kampioen. Wie was toen de bondscoach? Is dat A. Joop Alberda, B. Guido Vermeulen, C. Bert Goedkoop of D. Pieter Murphy? Hé, hey, wie zijn het? Saskia van Hintem. Sas. Onze ex-assistent. Ingrid. Ik ben heel slecht in gezicht. Dit is Harry. Harriet Weersing. Verrek, ja. Heel goed. Goed. Wow. Heel goed. Die wil een bank haar, zo sterk. Oh, ze zijn weg. Best goedkoop. Misschien je toch? Dacht te veel ook Joop Alberda. Ja, nee man. Joop die is nooit bij de vrouwen geweest. Maar alleen bij de mannen, toch? Mm-hmm. Ik weet het niet. Volgende. Trucker is making a comeback. Lekker hoor. Next. Ja. Oké. Okay. In welk Afrikaans land is Nibir Abdelaziz geboren? In Namibië, in Tjaad, in Gambia of Nigeria? Namibië. Sorry, ik zie een hele leuke vraag weer komen. Ja, ik ken die plat. Even kijken. Oh, oké. Okay. Wist jij dit? Ik wist het wel, maar wat daarna komt, uitleg, dat wist ik wel, maar ook meer niet. Oh. Oké, okay, dus het antwoord is Tjaad. Hij is dus in Tjaad geboren en daarna woonde hij nog een aantal jaar in Namibië, voor hij naar Nederland kwam. Wist ik echt oprecht niet. Hmm. Ik dacht dat hij na zijn geboorte meteen hier was gekomen. Ja. Nou, Tjaad dus. Oké. Okay. Volgende. Ja. True or false? Waar of niet waar? De lange mannen deden in 2004 voor het laatst mee aan de Olympische Spelen. Waar of niet waar? Het is lang geleden, hè, alweer. Dat weet ik niet zeker. Ik ben benieuwd of mensen dit weten. Teruggaan, 16 jaar terug. Heel veel van onze deelnemers waren toen misschien niet het gebeuren. Nou, nee, daarom. Ja, het is waar. Helaas kwam Oranje daar niet verder dan de groepsfase. Toen hield het al op. Oké, okay. Volgende. Mandy. Dat is goed. Super smart voor ons ook. Leuk. Welk oud international verschijnt hier langzaam in beeld? Is dat Debbie Stam, Kim Stalens, Manu Vlier of Alice Blom? Ja. Oei. Die kennen we wel, of niet? Ja, die kennen we wel. Die kennen we wel. Dat is heel raar, zie je dat? Zo. Dat stond wel mooi. Is het nog steeds lang, hè? Ja, nee, ze moeten ze niet zo lang. Wat kort, ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk Manon Vlier. Onze voor Lonneke Sloetjes, onze... Ja, wat zou ik zeggen? Hardhitter. Hardhitter. Boegbeeld. Ook nog. Boegbeeld, zeker. Hij heeft ook nog een tijdje met ons meegedaan, hè? Heel ja. Hè? Of met ons, met de nieuwe samenstelling. Ja, ja. 2013. Ja. Nee, 14 ook. Op het WK was ze ook bij. 14 was ze ook nog bij, ja. WK was ze ook bij. EK 2015 heeft zij nog zilver gewonnen met ja. Ons. Ja, echt heel goed. Oké, okay, volgende. Michael Parkinson is half Nederlands en half Duits, Frans, Pools of Engels. Plak ik zijn naam goed uit? Ja, wel, hè? Ja. Ja, zeker. Parkinson. Maar ze laat mijn broertje met dezelfde kamer. Oh. Leuke inside information. Ja, vind je? Mm-hmm. Parkinson. Duits, Frans, Engels. Ja, wel gevoel voor mode. Engels. Kijk die schoenen van hem. Ja, het is pas mooi. Gematcht. Maar ik denk dat die roze zijn. Ja, dat is natuurlijk Engels. Parkinson klinkt ook wel Engels. Ja. Hey. Leuk, hè? Ja, oh, kijk dan. Ja, er staat weer. Nee, gaat vallen. Nee, oké, okay, volgende. Oh, die ben ik even kwijt. Toch een last van mijn schouders. Letterlijk, hé. Hey. Dat is soms zo. En zelf het hardste lachen. Dan moeten ze zeggen, ja, welke voornaam van een van onze volleybaldames hoort bij deze afbeelding? Nicole, Anne, Yvonne of Nika? Ja, dit vind ik heel grappig. Dit vind ik echt leuk. Ik vind die dit even bedacht, maar stel dan. Maar de echte vlieg van de voetbal is. Dat duurde heel lang voor mij. Ja. Ik zit naar die afbeelding te kijken. Ja. En wat is dit? En ik zie
Oké. Okay. Ja, die is leuk. Ja, 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 natuurlijk Nicole Koolhaas. Ja, man. Ja, ja, ik wou net zeggen. Ja, Nicolaas is haar bijnaam bij ons. Ook al is ze daar niet zelf mee eens. Blijf maar, Nicolaas. Maar moet ze dan niet veranderen als ze daar zo mee eens is? Ja, moet ze optreden. Blijf nog Nicolaas, hoor. Hey. Nicolaas. Shout-out. Ik weet niet dat ze kijkt. Nee, joh. Maar wel nee, shout-out. Ja. Oké, okay, volgende. Zeker weten. Volg haar op Insta. Nicolaas. Nee, heeft ze helemaal niet. Nee, ze heeft geen Insta, hè? Oké. Okay. Hey, jongens, Mandy begint uit te lopen. Super Smash Bros. En Melissa en Vee, jullie moeten sneller antwoorden, want Mandy dreigt er met de buit vandoor te gaan. Volgende. Kun je die naam nog niet uitspreken? Super Smash Bros. Punt. Oké, okay, net. Ben jij nu volgens mij? Ja, welke van deze oud internationals heeft er geen neefje die ook in Oranje heeft gespeeld? Geen neefje. Edwin Benne, Ron Zwerver, Henk-Jan Held of Peter Blanchier? Hebben zoveel mensen een neefje in Oranje? Yo, volleybal zitten is een familiesport, toch? Als er één gaat, gaan er vijf. Ja, je hebt ook met je vader en je zus en je zus. Heb je nog andere familie die we niet kennen? Nee. Gijsjorna woont in Enkhuizen. Ja, Enkhuizen is goed vertegenwoordigd door Nicole Koolhaas ook uit Enkhuizen. Heel veel hoor. Thijsjorna is ook goed voor antwoord hoor. Fabian Plak, Wessel Blom. Peter Blanchier is het. Wessel Blom en Mees Blom van de beachvolleybal. Ja, dat is wel waar. Oké. Okay. Peter Blanchier. Peter Blanchier. Hebben we daar nog informatie over? Ja, ja, Ron Zwerver heeft zijn neefje Dicky Kooi. Ja man, die zit in Italië. Die speelt ook voor het Italiaanse team. Die heeft zich laten, ik wil zeggen ombouwen. Ja. Maar dat is die LGBTQX dinges. Nee, die heeft zich laten turnen. Henk-Jan Held heeft Maarten van Garderen. Leuke feitje is ook, er bestaat ook een Bart van Garderen. Die zit bij de volleybalkrant Active Kennis Quiz. Is hij ook bij de directie en zo, ja. En Edwin Benne, Ewout Gommans, zit daarbij. Dat is toch ook een neef? Ja, die ken jij ook. Ewout. Natuurlijk ken Ewout. Ja, leuk. Ik vind dat jij heel veel mensen kent van de mannenkant. Ja, nou, ik zat vroeger op de volleybalschool. Hmm. En toen hadden wij een hele hechte groep met 4 meiden en 6 jongens of zo. Wat echt, die deden we echt af en toe uitjes mee. En daar zat Ewout bij. Leuk. Toen was ik 13 of 14 of zo. Schattig. Kleine knippie, ja. Oké, okay, next. Volgende. Ja, ben ik klaar voor. Deze ben ik, hè? Oh. Oh ja. Welke international heeft zijn of haar eigen kledinglijn in samenwerking met Mizuno? Laura Dijkema, Gijs Jorna, Robin de Kruijf of Gijs van Solkema? Nou, de Gijsjes zijn goed vertegenwoordigd, hè? Dat klopt. Hey, sowieso wat ik zie, iedereen heeft een ei in zijn naam. Kijk. Laura Dijkema, de Kruijf, Gijs. Hey, dat vind ik leuk. Voor de autisten onder ons. En de bovenste hebben allebei 2 achternamen. Die onderste of 1 achternaam. Ja. Mm-hmm. Laura Dijkema, XIV. Ja, en leuk om te vermelden. XIV, dat staat natuurlijk symbool voor haar rugnummer. Dat is natuurlijk nummer 14. Hè? Dat is goed om te weten. Dat dacht ik. Dat dacht ik ook. Dat dacht ik. Welke assistent bondscoach verschijnt hier langzaam in beeld? Is dat Henk-Jan Held, Dirk-Jan van Gent, Ron Zwerver of Marco Klok? Ja, ik zie het al hoor. Hey. Ja, heb je het door? Nee? Ja. Ik moest even de grijze haren zien. Ja. Oh. Twee seconden. Bam. Dat is natuurlijk Henk-Jan Held. Ja, wie dacht jij dan eerst dat het was? Dat is het zo laat. Ik kan het gewoon niet zien. Nee, oké. Okay. Maar je dacht als er een kaal kopje komt, dan is het Marco? Ja, ja. Hm. Nou, ik ga niet op antwoorden. Nee, oké. Okay, moet je ook gewoon niet willen. Ja. Oké. Van welke mannelijke international zien we middels deze vlaggen zijn clubcarrière verlopen? Nederland, Italië, Korea, Italië. Is dat Wouter ter Maat, Thijs ter Horst? Oh, had ik niet. Nu verpest ik die quiz voor die mensen. Nee, is dat Wouter ter Maat, Thijs ter Horst, Fabian Plak of niet meer Abdelaziz? Ik verpest die quiz. Ja, jij gaat niet naar
Ja, omdat ik zo graag wil weten. Maar je helpt ze. Weet je, sorry mensen. Een lastige vraag. En misschien is ze juist wel geholpen. Ah, dat vind je leuk. Nee, dat geeft niet. Ja, maar dit kan ook de vlag van Ierland zijn. Ja. Als je je fantasie gaat. Ja, kijk, ze wisten wel. Ah, gelukkig hebben de meesten het al gehoord. Nou, ja. Sorry mensen. Ik ben te enthousiast. Hebben we daar nog wat leuks over te vertellen? Ja. Thijs de Horst verliet Italië om 3 jaar in Korea te spelen. Sinds 2018 speelt hij weer in Italië. Maar dat is hartstikke leuk om geselecteerd te worden voor Korea. Of die landen. Mm-hmm. Dat gaat via een loting. Dus als je naar een normale club wil. Oké, je manager gooit wat lijntjes uit. En oké, dan ga je daarheen. Maar in Korea is het een loting. Dus het is een hele grote selectietraining. Sta je daar met 100 man. Of misschien wel meer. Sta je te trainen. Met zo'n shirtnummertje. Weet je. Je bent hartstikke anoniem. En dan gaan ze. Zitten gewoon al die hele league. Al die bazen van die clubs. Die zitten daar gewoon een beetje te kijken. Oh, ik vind die wel leuk. Ik vind die wel leuk. Oh, die... En dan bieden ze je van, oké, dit is het bedrag wat je gaat verdienen. En, of niet eens, het bedrag staat al vast. En daar gaan ze mensen voor loten. Het is heel interessant. Het is een hele happening. Hartstikke leuk. Ik zeg heel vaak iets hartstikke leuk. Ik vind het gewoon alles hartstikke leuk. Ja, maar ik vind veel dingen ook gewoon hartstikke leuk. Oké, waar of niet waar. Oranje aanvoerster Maret Grothuus won onlangs een rechtszaak tegen haar oude Turkse club Fenerbahçe. Is dat waar of niet waar? Goeie foto, Peppy. Pep. Hey, Becky hoor, hey. Ja. Ze heeft ook heel veel leuke lachende foto's, hoor. Zeker weten. Maar dit is natuurlijk een serieuze zaak. Dus nee, het is een serieuze zaak. Nee, daar heb je al echt een punt. Nou, even slokkie. Even slokkie, ja. Het zit er alweer op. Zie, dat is fout dus. Ja, dan word je een beetje getrikt. Want ze heeft inderdaad wel een rechtszaak gewonnen. Maar dat was niet tegen haar Turkse club. Dat was tegen de Poolse club. Die naam kan ik niet uitspreken. Chemipolice. Maar dat was echt, want het was echt nasty. Want ze hebben haar dus ontslagen. Ja. Maar dat was niet terecht. Dus ze heeft gewonnen. Zij is volgens mij ook de eerste die ooit een rechtszaak heeft gewonnen. Ja, bizar. Maar je moet gewoon niet fokken met onze kappie. Maar het grot is, want ze komt je halen. Je komt wel dreigend over het plaatje. Oh, is dit te bedreigend? Oké, sorry. Nee, maar dat is een hele goede zaak. Volgende. Mm-hmm. Peter Blanchet is record international bij de mannen. Hoeveel interlands heeft hij in totaal gespeeld? 350, 500, 400 of 550? Zijn er veel? Ik weet wel bij de vrouwen. Ik weet ook hoeveel. Mm-hmm. Bij de vrouw is Ingrid Visser. Die heeft er 513. Wil ik zeggen. Het antwoord 514. Is 500. 514 heeft zij. Ja. Daarmee is hij een record international. Hè? Het is echt niet normaal. 500 is veel. 500 is heel veel. Op hoeveel zit jij nu? Nou, ook veel. 200 bovenkant. Ja, ik zit 237 nu. Ah, oké. Ik wil zeggen 270. Ja, dat zou kunnen. Ja, maar het gaat hard. Het gaat heel hard. Oké, volgende. Hoe laat is het? Lopen we nog op schema? Ja, gaat heel goed. Ja, gaat heel goed. Ja. Bij welke Italiaanse club speelt Yvonne Belio? Is dat bij Firenze, Perugia, Brescia of Chieri? Heel fijn dat jij weet hoe ik ook deze niet? Ik zeggen Chieri. Chieri. Ja. Bij Perugia. En deze? Brescia. Die SC is lesje Italiaans. En als je CH hebt, is het k. Kiri. Maar als je alleen C zou hebben, is het tsch. Voor mijn naam zeg je Celeste. Celeste. Ja, dat klopt jongens. Firenze speelt ze nu. Vorig jaar speelden daar Nika Daalrop en Laura Diekema. Ja, dat klopt. En coach, hoe heet die... Gianni Caprara. Ja, ook daar. Zit hij daar nog? Nee, volgens mij is hij ontslagen. Hij was dat was het. Weet het niet meer. Volgende. Dat doet hij niet. Wie maakt er naast Avital Zeninger en Francine Huurman ook deel uit van de nieuwe technische staf van de volleybaldames? Is dat Saskia van Hintem, Marco Klok, Erik Reitsma of Arnold van Rey? Arnold van Rees is een mooie gast. Oh, leuk. De afgelopen 4 weken
hebben de atleten van de Atletiek Unie Nederland, dus ja. Daphne Schippers, Nadine Visser, Tjerani Martina, bla bla, al die namen, die hebben dus met Arnold van Rey meegetraind met het talentteam. Het antwoord is dus Erik Reitsma. En naast van Sien Huurman wordt ook Reitsma assistent trainer. Ja, Erik, die gaat lekker, hè? Die is nu ook assistent bij Stuttgart. Hij begon een paar jaar terug bij ons bij Aken, bij de Ladies in Black. Nu bij Stuttgart en hij vliegt zo door naar ons. Ja, maar hij is al eerder bij ons geweest natuurlijk, ja. Maar nu officieel. Nu officieel. Hij is een aanwinst voor het team, 100%. Dat kan ik je zeker vertellen. Ja. Oké. Dan gaan we nu naar de laatste vraag. Sprokkel nog snel al je punten binnen. Laatste vraag. Welke van deze mannelijke internationals zijn dit jaar geen teamgenoten? Zijn dat Jeltemaan en Just Dronkers? Nimir Abdelaziz en Thijs ter Horst? Wouter ter Maat en Maarten van Garderen? Of Gijs Jorna en Michael Parkinson? Excuseer. Excuse me, met zijn Engelse achtergrond. Je broer staat er ook wel gezellig op, hoor. Hey. Mijn broer, waar staat hij dan? Toch linksboven. Oh, je hebt gelijk. Ja. Nog een beetje lachen, hoor, Fabian. Ja. Alleen als moet. Mirabellensies en Thijs ter Horst. Ja, dat klopt. Want je hebt natuurlijk dat zij allebei in Italië spelen, maar niet bij dezelfde clubs. Dan heb je Gijs en Michael die spelen bij Toulouse in Frankrijk. Jelte en Just bij Mazeik in België. Al best wel lang spelen die daar samen. Die spelen echt lang, hè? Ja, want toen ik bij Aken speelde, gingen we wel eens kijken. Oh, serieus? Ja, dat is heel dichtbij. Maar speelde Dronkers toen ook al daar? Ja. Leuk. Toch? Ja. En Wouter en Maarten, die spelen allebei bij Siraat in Turkije. Ja, Siraat in Turkije. Ja, dat weet je weer. Oh! Ja, maar dat is een bank. Kaya van Dijk heeft daar ook gespeeld. Ja, tof. Ja, niet op next klikken, nog, toch? Ja, wacht! Nee, niet, want het was de laatste. Was de laatste vraag? Ik zeg toch nog, ik heb een uitroepteken erbij gezet, zodat we het niet zou vergeten. Maar... Ja, maar je mag, kan je een uitroepteken neerzetten, maar wat betekent dat? Ja, dat je aan het kijken, dat je het goed moet lezen. Maar is goed, joh. Je hebt nee, maar weet je wat leuk is? Vertel. Dat er een... Een winnaar bekendgemaakt gaat worden van deze quiz. Mm-hmm. We hebben natuurlijk al een aantal namen vaak voorbij zien komen. Ja, klopt. Maar wie gaat het zijn? Ja, ik is wel spannend, niet. Want de winnaar, ja, die wint gewoon echt wat. Waar spelen we eigenlijk voor? Niet zomaar wat. Nee, we weten waar we voor spelen. Dat hebben we in het begin verteld. Ja, dat klopt. Herzog Medical, armsleeves of sokken. Iets van Mizuno. Een inspeelshirt voor je hele team. Of Active Living. Geheel verzorgde gezondheidscheck. Inclusief een leefstijl coaching traject van 3 maanden. Die prijs is laatste normaal. Is wel dicht. Die vind ik echt niet echt normaal. Serieus. Ja, die is echt top. Helemaal nu in corona natuurlijk. Hè? Ja. Hoe ga je vitaal leven? Ja. Hoe hou je kop erbij? Mm-hmm. Hoe ga je bewegen? Ook al mag je misschien niet eens naar buiten. Ik zou daarvoor gaan, maar goed. Mag ik op volgende drukken? We gaan op volgende drukken. Het podium. Rapapam, rapapam. Melissa en Faye. Nee, die zijn derde. Team Shop. Team Shop. En nummer 1. 44 uit 48. Dat is echt goede score. Wow. Girl power. Girls. Ja, dus nummer 4 is Super Smash Bros. En nummer 5 is Stijn. Hey, maar die Stijn was een hardloper. Hardlopers zijn doodlopers. Ja. Die Stijn ging gigantisch hard op het begin. Ja, die is iets te hard gaan op het begin. Op een gegeven moment was het klaar. Ja. Hey, maar Mandy die heeft gewonnen. Mandy, gefeliciteerd. Ja, 44 uit 48. Ik ben toch benieuwd welke vragen zij niet goed had. Ja, maar kijk, nummer 2, team 2 en 3, 42 uit 48. Dan had het dus met tijd te maken waarschijnlijk. Dat was team Sjap net even iets sneller dan Melissa en Vee. Ja. Maar allebei evenveel vragen goed. Gefeliciteerd, jongens. Gefeliciteerd. Super tof. Ja, inderdaad. 44 uit 48. Hoeveel zouden dat dan, welke zouden fout zijn geweest? Er zaten natuurlijk wel een aantal lastige tussen. Wij krijgen hier een envelop overhandigd, jongens. Pa-pa-pa-pa-pa-pam. Ga je hem openmaken? Ik ga hem openmaken. De enige echte volleybalkrant Active Living kennisquiz envelop. Het bekt gewoon zo lekker. Het bekt gewoon zo lekker. Ik ga hem nu openmaken. Ik weet ook niet wat erin zit. Nee, ik heb geen idee. Weet jij wat erin zit? Nee.
Ah, dit zit erin. Verrek, ja. Verrek. Oh, leuk. Verrek. Hé, hey, maar even kijken. Ja, dan kunnen we deze skippen, hè? Ja, we gaan gewoon door. Weet je wat heel leuk is? Kissen je duwt. Ik wil niet. Nee, ik ben het zelf. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, is de uitreiking van de GOAT Award. Ja. Dus mensen konden stemmen op wie zij de GOAT Award wilden geven. Dus het grootste talent en de grootste speler speelt ze alle tijden. Greatest of all times. En wij hebben hier bij de uitslag. Ja, ik ben benieuwd, jongens. Doe jij de eerste? Ik wil de eerste zeker doen. Oké, we hebben hier een winnares van de volleybalkrant.nl Talent Award. Deze persoon is pas 17 jaar. Ze maakt al een hele grote indruk in de Eredivisie. Heeft heel veel kracht en hoogte in haar aanval. Belangrijk. Heel belangrijk. En ze heeft 47% van alle stemmen. Dat is heel veel. Het 1200 zijn... stemmen in totaal. Wow. Hoor ik net in mijn oor. 47% van de 1200 stemmen, jongens. Ik heb het over... Jolien Knollema! Hey, gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Kijk eens! We hebben hier voor jou de enige echte volleybalkrant.nl Talent Award. Die is voor jou! Die is voor jou. Nou, nu met corona is de postwerk natuurlijk hartstikke traag. Dus wij gaan natuurlijk dit hele mooie prijs naar je opsturen. Maar we kunnen niet garanderen dat dit over 2 dagen is. Maar we gaan gewoon ons best doen. Hey, gefeliciteerd Jolien. Gefeliciteerd. Hartstikke leuk. Next. De volgende. We hebben nu een meisje gehad. Dan gaan we nu natuurlijk voor de jongens. De winnaar van de volleybalkrant.nl Talent Awards categorie jongens. Even kijken. Ook in de zaal maakte hij op jonge leeftijd al indruk in de Eredivisie. Hij pakt nu in het zand diverse prijzen. Hij is winnaar van het EK beachvolleybal onder de 20. En hij versloeg op het NK Brouwer en Meeuwissen. Dus netjes. Ja, maar daar hebben we het net ook over gehad. Ja, leuk, in de quiz. Met 31% van de stemmen heeft gewonnen. Dankjewel. Jorik de Groot. Woe! Jorik, gefeliciteerd. Ook voor jou hebben wij een hele mooie award. Zo, hij ziet. Jorik, deze komt jouw kant op. Gefeliciteerd. En ook geldt ook voor Jolien. We hopen natuurlijk nog veel meer van jullie te zien. En van jullie mooie prestaties te mogen genieten. Nu en in de toekomst. Ja, next. Kijken, dan mag jij die daar naar leggen. Oh, dit is toch wel heel spannend, hè? Dit is, kijk, talent is belangrijk, want het gaat om de toekomst. Maar dit gaat om het heden en het verleden. De GOAT. Weet je wat GOAT betekent? Greatest of all times. Greatest of all times. De GOAT Award. Ja. Ik ga deze doen. Ja, doe maar. De winnares van de volleybalkrant.nl Dutch GOAT Award, categorie vrouwen. Zij is het boegbeeld van een succesvolle generatie. Onder andere 2 keer zilver op het EK, 4e op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, 2 keer Champions League gewonnen en 2 keer WK voor clubteams. En heel veel individuele prijzen. Met 36% van de stemmen heeft gewonnen onze eigen Lonneke Snoetjes. Yay. Snoet, gefeliciteerd. Snoet. Gefeliciteerd. We hebben hier een hele mooie prijs voor jou. Ja, die is echt... Nee, ja, het topje moet er ook op. Hij is echt groot. Hij is echt groot. Helemaal naast je hoofd. Maar wat ik wel graag nog wel even wil vermelden... is, dat staat hier niet op een papiertje, maar dit weet ik toevallig. De nummer 2, want het is GOAT, is great for all time, is alle tijd. Nummer 2 is geworden Henriette Weersing. Harry is ook onze manager geweest bij het Nederlands team een aantal jaar. En Harriet heeft bizar veel prijzen gewonnen in Nederland, vooral met Snake.
Maar ook in het buitenland. Champions League is gewoon een nationaal team. Jeetje, hoe lang is hij actief geweest? Dat durf ik niet. Had ik moeten checken van tevoren. Ja, dat is niet netjes. Dat moeten doen. Maar ze heeft zo goed als 20 jaar aan de internationale top gestaan. En dat is echt een applausje waard. Dus ook Henriette Weersing, voor jou een dikke shout-out. Want het was kielen, het was kantje bord. Maar uiteindelijk heeft Lonneke Sloetjes gewonnen. En ja, daar zijn wij wel trots op. Volgende. Onze eigen Sloet. Wacht, weet je wat leuk is? Nou, weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan er gewoon bellen. Sloet. Ja, we gaan er zeggen. Dat vind ik leuk. Ja, we gaan er bellen. Jongens, leuk. We gaan er gewoon bellen. We moesten wel opnemen. Jongens, vinden jullie dat leuk? Als jullie het niet leuk vinden, zeg nu ophangen in de chat. Ze zegt, thanks Jake, zegt ze in het ding. Dus ze is er. Sloet, Sloet. Ja, hi. Hi, Sloet. Noor, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Wat leuk. Ik zat aan jullie te kijken. Ja, je bent live, hè? Ja, dat had ik al door. Nee, ik zat naar jullie te kijken, dus ik dacht, ik ben benieuwd wie het gaat winnen. Ik dacht, Sinta Boersma wint er wel of zo, of Henriette. Maar leuk joh, ik ben helemaal vereerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, echt super vet. Ja, we gaan even kijken hoe dit prachtige ding bij jou komt. Dit is eigenlijk van Facebook, maar eenzijdig beeld. Ja, oh ja, ik wou zeggen, ik zie jullie dus verder niet nu. Ja, leuk, Lon, hij komt eraan. Maar ja, echt leuk. Ik zie het wel. Verschijnen dan hier in de brievenbus? Ja, komt er. Ik moet zelf wel langs bellen. We gaan verder. Deal, succes. Doei! Doei! Ja, leuk. Oké, leuk. Leuk. Nou, Lon was echt blij, hè? Ze was echt blij. Leuk. Oké, we hebben de allerlaatste award. Die is natuurlijk voor de mannelijke kant van de Goat Award. De winnaar hiervan is het boegbeeld van de gouden generatie uit de jaren 90. Onder andere heeft deze gewonnen 3 keer de Olympische Spelen, waarvan 1 keer zilver en 1 keer goud. Hij won met zijn Italiaanse club alles wat er te winnen viel. Hij won met het Italiaanse Treviso alle prijzen die er maar te winnen waren. En hij sloeg de allesbeslissende laatste bal erin tijdens de Olympische finale van Atlanta. Hij heeft 39% van de stemmen gekregen. En dan heb ik het natuurlijk over de enige echte, tromloffel, Ron Zwerver. Kijk, we gaan hem bellen. Kijk dan! Hey Ron! Hey, wacht even man, ik ben online. Ik ben live met Kiss & Knip. En je staat op de speaker. Oké. En wij hebben heel leuk nieuws voor jou. Oh. Want wij presenteren op dit moment de Fully Active Volleybalkrant Volleybalkennis Quiz. Oh, dat ja. Ja, dat heb jij gelezen, dat geloof ik. En er zijn de GOAT Awards. En dat is echt de greatest of all times. Dus jij bent de beste volleyballer die Nederland ooit heeft gekend. Nee, nu heb ik het al verpest. Ja, want je hebt hem gewonnen, hoor. Je hebt hem gewonnen. Gewonnen. Ja. Ja, door Albert, wij zijn ook trots op je. Gefeliciteerd, Ron. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 39% van alle stemmen waren voor jou. Dus terecht. Jeetje. Hoeveel mensen hebben er gestemd? 15? Ja, nee, 2 mensen. Andersom. Andersom. 1200 mensen hebben gestemd. Dus daarom heb je 39% was voor jou. Ja, mooi. Leuk. Dus die kan je in je zak steken. Ron, die komt eraan. Ja, inderdaad. Die gaat op de prijskast weer. Nee, die past er wel bij, hè? Ja, die past er weer bij. Hey, Ron, een avond. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Yo, doei. Nou, dat was Ron Zwerver. De one and only. Leuk. Hey, nou, dat waren de goats. Ja. Waarom zet ik hem daar? Jij hebt er ook niks aan. Ja, nee, alsof ik zo mag hebben. We gaan hem... Hey vriendin, we zijn er klaar mee. Ik vind ik ben er niet klaar mee, maar het is klaar. Ja, het is echt super snel gegaan. Ik vond het echt heel leuk en gezellig. Ja, weet je, we hebben het altijd wel gezellig. We hebben het altijd gezellig. Dus dat zit wel goed. Maar ja, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Hey, laat even in de comments achter wat jullie ervan vonden. Doe even nu, want nu kunnen we het nog zien. Zeg ja, maar. Ik heb hier al een paar reacties van dat het heel erg leuk was om mee te doen. Ah, en, leuk. En nog iemand was echt een hele leuke quiz.
lastig, maar wel leuk. Dus voor sommigen zijn ook echt wel een paar lastige vragen gesteld. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed. Leuk, vindt het superleuk, heel erg leuk. Nou, leuk, 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 leuk. Dus alleen maar positief. Ik ben al afgeleid. Ja, jij zit alweer met je kop in de drank, hè? Wat denk jij? Flesje poppen? Hou je van de flesjes poppen? Ik kan het niet. Dus ik laat deze echt met heel veel plezier aan jou. Waarom doen wij deze nou open? Nou, omdat wij namens Volleybalkrant en Active Living... Ah, serieus! Serieus! Ik heb geen slagadelijke bloeding, maar serieus! Are you kidding me? Ah, nou, je mag een declaratie sturen. Je krijgt een nieuw glas van me. Dit hou je toch niet voor mogelijk? Weet je, eerlijk, het scherf op derde geluk. Dat was gewoon een kutje. Dus we gaan er gewoon een goed jaar voor maken. Dat scherf op derde geluk. Ik ga helemaal stuk. Maar nee, ja, pas ook. Maar ik bedoel het zo goed. En dat gaat gewoon man. Ja, ik weet niet hoe dit werkt hoor. Als ik hem afhoud, komt hij al. Bij me. Ik weet het niet. Komt hij als ik hem af? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Oh nee, ja. Oh, dat moet er af. En dan moet... Dat zilvertje maakt niet uit. Ja. Ze kan er gewoon af. Nou. Moet ik nog schudden? Nee, nou, nee. Want dan zit het hier over de laptop en zo. Oké, op de 21. Yes! Mijn muren gaan stuk. Ik hoop het niet. Ik doe geen krachttraining meer. Ik op het nieuwe jaar, hè? Op mijn tafel. Nou. En op een nieuwe tafel. En ja, maar beste mensen, jongens, bedankt voor het meespelen. Thanks. We hebben het echt leuk gehad. Bedankt voor de interactie en de feedback. Was superleuk. Ja, 100%. En ja, wie weet het volgend jaar. Ja. Oh, nu ga ik ook stinken, proost, man. Proost, hè. Proost. Mogen we drinken of mag dat niet? Tuurlijk wel. Oké. Ja, ik heb echt gewoon een beetje dorst. Oh, even wennen. Lekker. Ja. Volle bekant echt heeft het goed gedaan. Jongens. Bedankt. Fijne avond. Fijne avond.